Heb jij ook weer zo'n ontzettende zin in kerst? Nee, ik ook niet. <laughs> maar er worden natuurlijk wel interessante bieren gebrouwen rond deze tijd. Dit is een bier die is overgebleven van de decembermaand. Dus dat verklaart het ook waarom ik hem nog heb. Uh, hij komt uit fucking Griekenland. Niet zomaar Griekenland, maar fucking Griekenland. Yeah. Uh, ik heb meer op van deze brouwerij. De Seven Island Brewery. Uh, wat ik ervan op heb, vond ik lekker. Dus ik heb hier best wel uh, nou ja, hoge verwachtingen. Ik heb bepaalde verwachtingen, laat ik het zo zeggen. De ja. Gingermans, Candy Cabin, Imperial Stout, met cacao nips, ginger, marshmallows, nutmeg en cinnamon. Dat is een mond vol, hè? Moet je zien hoe sfeervol dit eruit ziet? Dat is toch prachtig? Dat, dan krijg je toch gewoon een spontaan zin in, in die decembermaand, of niet dan? Nee, ik ook niet. Nee, nee. Maar, maar ze doen hun best. Ze doen hun best. Hè? En dan gaat het om. Nee, ik zit er ook even niet op te wachten. Laat de lente maar weer komen. <laughs> dus ja. Hij um, komt met 11%. Oeh. Ja. Maar ja goed, het is natuurlijk een, een Imperial Stout. Dus dat, dat verbaast niemand. Of althans, misschien verbaast het jou, maar het verbaast mij niet. Dus uh, we gaan hem uh, niet zomaar inschenken. Maar we gaan hem gewoon eventjes lekker inschenken. En lekker inschenken is net iets beter dan gewoon inschenken. Maar het is gewoon het is een special beer, nou. Het is Christmas. In dit in bier is het nog kerst, maar in de rest van de wereld niet meer. <laughs> We gaan hem openen dus, maar dat zei ik al. Oh, damn. Veel koolzuur. Dat hoorden jullie ook. Oh, gelijk die zoetigheid kom je tegemoet in de neus. Ja, en ik hoef nog geen eens mijn neus bij te houden zoals je ziet. En ik rook het al. Zou misschien ook wel te maken hebben met de vele uh, koolzuur, wat ook al gelijk loskwam Zou kunnen, hè? Het is maar gewoon, uh, ik, ik gok ook maar wat eigenlijk. Ja, ik doe net of ik er veel van weet, maar eigenlijk is het gewoon constant gokken. <laughs> en nutmeg, ik heb nog nooit fucking nutmeg op, maar interessant en een fucking bier, denk ik. ik kan hem best wel romig maken, hoop ik. I think. Nou, dit is het moment van de waarheid, again. Kijk of het is het beste. Ja. Gewoon zo hè. Gewoon zo. En we gaan weer door. <laughs> zo. Nou, schuimen doet hij niet echt. Maar ik denk dat de smaak het des te meer goed gaat maken. Daar, maar We zijn dus. Ja, dit is echt alsof je aan een zak snoeplaar ruikt. Ja. <laughs> ja, echt. Het is net alsof je allerlei snoepjes bij elkaar hebt en daar aan ruikt. Dus. Dat hebben ze in ieder geval wel goed gedaan. Dus ik denk dat ik het meest de marshmallows ruik. Zo. Zo. Dat denk ik dan. Niet. Ja, ook wel de, de cinnamon. De, de kaneel dus met andere woorden. Maar mm. Ja, ruik heel zoet. Heel of, eh, fruitig. <laughs> ik bedoel. Uh, ja, like candy you know. Uh, dat snoepgoed. Ja, zo ruikt die echt. Het had ook wel een Sinterklaasbier kunnen zijn. Maar ja, dat doen ze volgens mij in Griekenland niet aan. Hè? Dus, uh, cheerios. Oeh. Nou, je kan niet zeggen dat hier weinig smaak aan zit. Nee, zeker niet. Oeh. Oh, goed in balans ook zeg. Mm. Oh, damn, ja. Yeah. Mm. Oh, damn. Om maar te beginnen, ja, hij is romig. <laughs> er zit ook lactose in, zag ik. Dus, uh, maar Randy, je kijkt toch nooit op een blik? Nee, 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 dit keer wel. Dit keer heb ik een keer wel gekeken. Wat voor de boventoon? Ja, toch weer die snoepzak. Maar wat dan precies? Niet speciale kaneel. Kaneel zit er zeker in, maar het voelt niet de boventoon. Ik denk wel echt dat de marshmallows echt de boventoon voelen. Ja, maar wat ik als ijs is mooi in balans, hoor. Zeker weten. Kakao zeker weten. Ginger, misschien iets minder op de, op de achtergrond bedoelde ik. Ja, marshmallows dus nutmeg. Ik heb nooit nutmeg op. Maar dat is gewoon melk hier, toch een soort melk, toch? Tenminste, zo ziet het eruit in films. Dus ik denk dat, dat je... Ja, misschien proef ik de nutmenk ook wel, maar dan heb ik het niet door. Dat zou goed kunnen. Maar ik denk dat de marshmallows hier de boventoon voelen. Maar Gingerman's Candy Cabin, het, het is niet overdreven. Het is echt alsof je een hele zak van die standaard bekende snoep, snoepgoed in een biersonometer um, dat een tijdje laat staan en laat intrekken en dat is gewoon de echt deze smaak ja dus ze beloven nee 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 ze komen na wat ze beloven ja dat zeker weten oh mm. hij hij begint Zelfs met een klein zuurtje, maar het is vooral aan die afdronk. Als je hem doorslikt, dan denk je, oh daar. En dan ben ik niet zo'n grote snoepert. Nee, ja, qua bier wel. Dus Dat is ook een soort van, tegenwoordig ook een soort van snoepen. Maar dit is gewoon zoals een stout hoort te zijn. En hier, proef je tenminste eens een keer wat ze beloven. Want dat is ook lang niet altijd met die bieren natuurlijk. Hè? Dus uh, nee, het is gewoon, uh, het is nice. En ik ga nog even van genieten. Maar wat de fuck voor cijfer moet ik hem dan geven? Nou ja, dan heb ik nog mijn één e slok dan. Wat oh, een moeilijk leven heb ik toch? Damn. Dit valt hem echt niet tegen. Ja, ik, ik, ja, ik ga naar een 9. Een 9 op een schaal van 10. Echt, ik, ik ja. Um, een tijdje geleden had ik dat ook met de vrouw Gruber al. Um, de banana peanut butter sandwich. Die gaf ik ook al een 9. Dus we hebben gewoon al binnen de eerste twee maanden van het jaar wel 2 keer 9 te pakken. Oh damn, dat is wel een goed iets. Misschien wordt dat een standaard iets dat ik iedere maand minimaal 1 keer 9 mag geven. Nou, mag ik hopen? Want dit is gewoon heerlijk. Dit is genieten, jongens en meisjes. Zo. Dus met andere woorden, als je hem nog ziet staan. Ook al is het geen kerst, ook al haat je kerst, ook al ben je blij dat het klaar is, net als ik, um, dan nog is het wel de moeite waard. Ja, blik kan je bewaren, ziet er fucking mooi uit. Ik bier met Menno, uh, ik zie hem wel zo tussen zijn uh, andere blikken staan, zeg maar. Ja, het is gewoon een mooi blik. Maar het is gewoon een lekker bier. En dat is uh, net iets belangrijker, vind ik persoonlijk. Wat ik zei, ik ga nog even nagenieten, want als ik dit in nou, uh, één keer achterover uh, giet in me, uh, dan. Uh, is het is een korte avond geweest voor mij, waarschijnlijk. Ja, slaap ik wel lekker. Maar ja, goed. Ja, slapen kunnen we nog zo lang. Um, ja, je weet wat gaat komen, toch? Dat duimpje. Ja, tenminste, dat hoop ik dat je dat duimpje gaat geven. Ja, kom aan. En als je nog geen abonnee bent en je twijfelt, of je twijfelt niet. En je denkt van, oh, dat is best oké, okay, een chill review of uh, wat de fuck is dat voor rare gast, dat mag ook. Hè? Ik bedoel, uh, there's, there's no second one of me, I think. Um, maar goed, als je dan denkt van, ik heb het tot het einde gered en je hoort me nog steeds praten, nou dan moet je toch zeker even abonneren, hoor. want dat is supergezel. <laughs> ja, ja, een beetje reclame maken voor jezelf moet kunnen, hè? vind ik wel. Tot de volgende keer, be there or be square. Um, ja, lekker genieten toch? Lekker genieten van je biertje, van je dagen, van je. Weet ik veel waar je ervan geniet, maar het belangrijkste in het leven is toch wel genieten. Ja, vind ik wel. Tot de volgende keer, komt helemaal goed. Later.